Is het geen wonder? Kijk, dit is weer heel anders dan die grijze oesterzwammen. Heel anders dan de roze oesterzwammen. Dit zijn gele oesterzwammen. En het is toch fascinerend dat dit ineens uitkomt na maandenlange stilstand. Dit is dat blok met gele oesterzwammen die ik op een verhoogje in een container met water heb gezet, omdat ze zo snel verdrogen. Net geoogst en nu weer aan alle kanten vrolijk. Naast verdroogde paddo's zijn er nu ook oesterzwammen die veel groter worden. Het is een beetje een warboel van paddo's geworden. Nou, wat ik nu aan het doen ben is gaten boren in de verfemmers, 5 liter verfemmers. En dan gaan de plakbandjes overheen, de luchtdoorlatende plakbandjes. En dan gaat het broed erin van de paddenstoelen. Het broed van de paddenstoelen en dit werkt als een trein. Nieuwe oogst uit het paddoparadijs. Gele oesterzwammen. In een paar dagen gegroeid uit de zijkant, uit een gaatje in de emmer. En het is toch interessant dat het telkens weer lukt. Kijk, het gaat snel met die jonge grijze oesterzwam. Het is nu 5 juli 2017. Kijk. En hier is gewoon een grijze oesterzwam. Hij lijkt een beetje roze in het ochtendlicht, maar hij is grijs. Fascinerend. Het is toch interessant dat het telkens weer lukt.